break up. Now every day I wake up, somebody got a problem with hope. What's up, y'all need to get all fed up, cause I got a little cheddar and my record's moving out the store. Welkom guys bij het tweede seizoen van de Next Podcast. We zijn weer bezig met de enige echte host, Anes en Shu. En vandaag hebben we... Sergio. En Julius. Ja? Geen met goed. Geen stress, okay, boys. Geen stress. Dit zijn twee boys die we hebben gevraagd van Okium. Jullie kennen Okium wel als de sport, beetje sportwinkel, kledingwinkel in Amsterdam en ook in Rotterdam, als ik het goed heb. Yes. Ja? Vertel een beetje. Nee, we hebben twee stores. Eentje Amsterdam en Centrum. Toevallig werd er net verbouwd. Het is een beetje chaos daar, okay. Maar verbouwing is net voorbij. En een andere store is eigenlijk de OG store, zit in Rotterdam. Is dat de OG store? Dat is de OG store. Zijn jullie in Rotterdam begonnen? De Okium is in Rotterdam begonnen. Oh. Alle sneakerheads die kennen ook Okium als Rotterdam. Okay. In mijn hoofd was het Amsterdam. Ik dacht dat Adam Beest was. Ik ken alleen Amsterdam ook. Ja toch, ik dacht Rotterdam was die tweede store zelfs. Nee, OG store is Rotterdam. De old school guys die kennen Rotterdam. En hoofdkantoor zit in Zaandam. Hoe lang bestaat Okium? Hoe lang bestaat Okium nu al? Misschien kan je dat beter vertellen dan ik. Ik zou niet weten hoe lang het precies bestaat. Ja? Ik ken het al wel, zeg maar persoonlijk wel dan. Ja. Vroeger dat ik naar Amsterdam wou gaan om ook eventjes langs Okium te gaan. Ja, toch? Dus voor mij is het zolang ik het weet, zeg maar, bestaat Okium al, zeg maar. Oké. En voordat we verder op Okium ingaan. Wat doen jullie eigenlijk bij Okium? Wat doen jullie in het dagelijks leven ook eigenlijk? Wie zijn jullie? Leven. Vertel ons dat eerst. We zijn heel druk. Ik werk nu bijna anderhalf jaar bij Okium. Okay. Ik ben begonnen bij Warehouse eigenlijk. Dat is in Zaandam, wat jullie al zeiden. Ik ben er eigenlijk terecht gekomen, wat ik al zei. Vroeger kwam ik heel vaak naar Amsterdam om dingen als House of Boots bij Foodlook te kijken. Ja. En ik ben later naar Amsterdam verhuisd voor een studie eigenlijk. En op de duur ook werk gaan zoeken. Ben ik langzaam bij Okium. Ben ik terechtgekomen bij Warehouse en daar heb ik eerst een jaartje gewerkt. Oké, en wat houdt Warehouse in? Daar heb ik eigenlijk eerst heel lang meegeholpen met producten binnenkrijgen van Nike, eigenlijk sorteren. Online bestellingen klaarmaken voor weer opsturen, zeg maar. En dat is eigenlijk het grootste deel waar ik eerst mee hielp. Dat is het eerste deel waar ik van mee voel. Sergio downplayed een beetje de warehouse. Als je de warehouse binnenkomt, is eigenlijk paradijs. Oké. Want daar komt alles binnen, daar zien de bergschoenen staan, alle producten. Weet je, wij zijn hoopers, dus we zien de nieuwe basketball kicks binnenkomen. Mm. Dus warehouse is ook heel exciting om daar te zijn. Oké, gewoon experience ook wel. Precies. Okay. Goed, ik doe online marketing voor Okium. Ik ben eigenlijk pas dit jaar aangesloten. Een paar maanden nu. Maar goed, het is een beetje moeilijk om te zeggen wat ik precies elke dag doe. Ja, want het zijn verschillende dingen. Werkzaamheden die verschillen van dag tot dag. Mm-hmm. Maar basically wat ik doe is, ik zorg dat promoties goed lopen. Mm-hmm. Dat de dingen die we binnenkrijgen op de juiste manier online staan. Okay. Ik probeer online partners aan te sluiten. En ook partners zoals jullie bijvoorbeeld. Ja. Partners that make sense, in de basketbalwereld vooral. Ik zorg dat we online de juiste traffic binnenkrijgen. Oké, nice. Maar goed, ik heb een basketbalachtergrond, dus ook in het makes sense. Dan? Ik heb prof gespeeld, ik heb college gespeeld. Heb je college gespeeld? Is dat niet in Amerika? Dat is in Amerika. Oké, nice. Ik moet hem erin zetten. Ik heb inderdaad in Amerika gespeeld. Verder ben ik gewoon, ik kom uit Amsterdam, geboren. Ik ben hier begonnen met basketbal. Okay. Heb ik op een gegeven moment inderdaad overstap gemaakt naar Spanje, Barcelona om daar te spelen. Daarna in New York, Brooklyn, New York, heb ik daar gespeeld. Okay. Afgelopen twee jaar heb ik Engeland gespeeld als prof. Dus nu ben ik terug. Hoezo ben je teruggekomen? Ik kom hier natuurlijk vandaan. Yeah. Dus ik kom sowieso elke zomer terug. Maar goed, ik wilde graag wat meer doen met mijn studie ook. Dus ik heb gewoon gestudeerd, ik heb marketing gedaan. Dus ik zocht wel wat ernaast, weet je wel. Dus als prof heb je veel tijd. Ik denk van, hey, wat moet ik gaan doen als ik... Als ik tussen trainingen door, wat moet ik doen? Heel veel boys. Ik had heel veel tijd. Ik had heel veel tijd. Dus ik ben gewoon gaan doorleren, doorstuderen.
Dus op een gegeven moment dacht ik ook van, hé, ik wil ook iets ernaast doen. Als, ja, een beetje als backup, ja, ook ik het leuk vind. Dus toen kwam ook iemand op mijn pad. It makes sense, ze hebben een basketbal-DNA. Ja, qua wat ik doe maatschappelijk, it just makes sense. Het klikt toch al heel erg. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. Oké, okay, nice, nice, ja. Nice. Dus ja, zodoende zijn we hier. Ja, we zijn hier goed terechtgekomen. Ja? Ik merk het ook wel. Jullie. Bedankt dat je hier mocht zijn. Sowieso. Maar ik merk het ook wel, man. Ook als jullie over Okium praten, ik merk gewoon dat die aura gewoon positief is. Lijkt me een leuke werkomgeving ook. Zeker, man. Zeker ook super creatief. Heel creatief. We hebben echt een dope team. Ja. We hebben gewoon goede gasten. De frontlinie, weet je wel. We willen Okium gewoon goed representen. Nice, man. We hebben een tof team. We zijn heel dynamisch. We groeien snel. We willen graag gewoon een naam neerzetten. Ja. En wat is precies het DNA van Okium? Waar streven jullie naar eigenlijk? In het verleden is Okium wordt gezien als echt voor sneakerheads. Ja. De sneakerheads komen bij de raffles binnen. Die willen de laatste hype gear hebben. Dus dat is Okium een beetje geweest in de laatste jaren. Maar goed, we hebben ook een basketbalachtergrond. Ja. Dus dat is wat we nu een beetje proberen te doen is... We willen graag die deuren openzetten en meer connecten met basketbal, bedrijven, entiteiten, organisaties. We zijn vooral gefocust op sneakers, basketbal. Ja, zeg je misschien wat aanvullingen daarop? Ja, sowieso zeg maar basketbal DNA. Wat ik al zei, ik ken het dus van vroeger gewoon om daarin te gaan. Je hebt niet veel winkels die zeg maar om basketbal draaien. Ja. True, want ze hebben ook altijd jerseys gehad en al die dingen daar, toch? Ook als je in die store komt, tenminste die van Amsterdam, zie je gelijk gewoon één basketbal. En dat is ook niet altijd super spannend of zo. Nee, dus, en ook in dus. Daarom zeg maar, voelt het gewoon goed om daar te werken. Ja, het ding is, qua basketbalachtergrond, iedereen houdt in ieder geval van basketbal hier werkt. Dus. Basketball is een bepaalde manier van leven. Het is gewoon een aparte community ook, toch een beetje. Het is echt een community. Het is ook, toen ik ook vroeger bij Okium kwam, was het ook van... Oké, ik hou van basketbal, maar Okium heeft ook de laatste alle Jordans. Dus ik kwam binnen en ik werd ook echt geholpen door iemand die een basketbal achtergrond had. En dan zag ik alle laatste Jordans. Je ziet dingen van Jordans, jerseys, alles, weet je wel. Dus dan voel je wel die... Ja, die background. Ja, het is different of zo. Ik ben in Europa, bij Amsterdam, misschien is basketbal niet hetzelfde. Maar dan Okium brengt dan toch wel die cultuur met zich mee. En dat is wel het gevoel dat ik had met Okium, wat ik altijd heb gehad. Ja. Want Okium is niet per se op de laatste trends buiten basketbal om? Vooral sneakers. Sneakers. Maar kan ik bijvoorbeeld de nieuwste Yeezys daar halen? Geen Yeezys, hè? Adidas verkoopt eigenlijk. Oh, helemaal geen Adidas? Op dit moment niet. We hebben wel online, toen ik er kwam, hadden we nog een paar producten van Adidas. Maar op dit moment zijn we vooral aan het focussen op Nike, New Balance. Puma, inderdaad. Oké. Is daar een specifieke reden voor of gewoon op het moment niet? Op het moment niet, man. Nee. Ik zou niet weten zeg maar, of er een specifieke reden voor is. Nou, je hebt ook genoeg Adidas basketball. Ja, toch? Ja, genoeg. Nee, het is meer de connectie die we hebben ook met leveranciers. Dus onze buyers, die ga je waarschijnlijk ook wel ontmoeten. Maar onze buyers, die hebben gewoon direct contact met Nike en Puma. Dus dat zijn gewoon relaties die zij bijhouden. En ja, soms is de relatie met Nike beter dan met Adidas. Ik weet niet hoe dat zit precies, maar... Dat is de gedachte. Zij maken de keuze van, hey, dit soort spullen maken, it makes sense for Okium. Dus vandaar dat we misschien op andere dingen focussen. Okay. Maar voornamelijk Nike, inderdaad Puma, zoals Sergio zegt. New Balance bijvoorbeeld, New Balance Mach Moves. Dus dat zijn wel dingen die heel exciting zijn, denk ik. We krijgen ook eigen kleding, dat soort dingen. Nice. Ja, ik moest even snel erin gooien. Ja, dank je wel. We hebben ook eigen kleding hier, toch? Klopt. Maar goed, dat komt sneller reclame. We moeten een beetje sneller promoten. Ja, hoor je. Er zijn veel dingen die eraan komen met Okium. We hebben wel veel leuke plannen. Nice. Dus ik denk dat, hou ze in de gaten, denk ik. Jullie horen het, hè? Ik zeg je eerlijk, vroeger hoorde ik altijd van Okium, maar het was nooit echt. Het leek niet alsof Okium heel veel deed, zeg maar. Klopt. Maar nu lijkt het alsof ze wel echt in die scene komen. Klopt. En echt een beetje laten zien van, we about that. Ja. Weet je, kan je een beetje meer daarover zeggen van, waar zijn jullie echt mee bezig voor de community?
zeg maar. Voor community, nou ja, om even erop of in te voor gaan. De culture in een algemeen. Ja, ja. We hebben natuurlijk een switch van eigenaar gehad. Ja. Dus dat is voordat ik er was. Okay. Ik denk ook voordat Sergio bij Okim was. En dat was voornamelijk vooral meer om, ja, just get the sneakers in, get the sneakers out, weet je wel. Dat is gewoon, we zijn het eind van de dag een retailer. Ja. Maar met een nieuwe eigenaar, een nieuw team, willen we toch wel laten zien dat we meer zijn dan alleen een retailer. Dus ja, om op je vraag in te gaan, voor community, we willen gewoon graag basketbal ook op een platform geven, via ons eigen platform. We willen graag jongens en meisjes helpen die ook graag willen spelen. En die community op die manier groeien. Ja, toch? Alleen deze samenwerking is. Bijvoorbeeld, ja, toch? Wij zijn bijvoorbeeld heel erg blij met deze samenwerking. Wij denken dat 3x3 enorm snel groeit. Het helpt basketbal in Nederland. Ja. Weet je wel? Het zijn kids die ook 3x3 ziet naar de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld. Maar het gaat verder dan sport, weet je wel? Je helpt ook mensen om een passie te vinden. Ja, toch? En daar willen wij graag deel van zijn. Dus ja, vanuit dat we met het team hebben gezegd, hey, we willen graag die deuren openen. We willen graag kijken of we meer kunnen doen aan community, aan vooral helpen, een platform geven voor mensen, de mogelijkheid geven voor mensen om te groeien. Oké, stel het. Dus het is niet alleen, hey, we moeten geld verdienen. Ja, ja, ja. Ja. Tuurlijk, we moeten geld verdienen, ja. Dan kunnen we dit soort dingen ook doen. Ja, toch. Maar het gaat vooral die connectie bouwen en ja, partners vinden die daar ook dezelfde visie hebben. Oké, sterk. Hebben jullie nog veel partners? Want als ik het goed heb, zijn jullie ook partners met Donor? We zijn inderdaad partners met Donor. Ja, Sergio komt uit Groningen. Dus hij, ja? Hij weet meer over Donor dan ja, ik. Ik heb tegen zijn broer gespeeld in Groningen. Nee, klopt. Maar onze eigenaar komt uit Groningen. Oké. Okay. Dus ja, die... Die heeft daar denk ik wat meer connectie. Die heeft wat meer affiliatie met teams in Groningen. Dus ook FC Groningen volgens mij en inderdaad ook Donor. Oké, okay, nice. FC Groningen ook? Ja, volgens mij wel, ja. Okay, dus hij is een businessman. Hij is connected. Hij is connected. Moet toch? Dus broer, hij komt daar vandaan, dus uiteindelijk gaat het ook om ja, dat is zijn brand natuurlijk. Maar inderdaad, we zijn ook partners met Donor. Okay. Dus wij zorgen dat de spelers daar de juiste schoenen krijgen. De pro-spelers, soms hebben ze grote maten. Ja. Dat is niet altijd makkelijk. Ja, mannen hebben echt grote voeten. Ja. maar we proberen ze inderdaad te helpen door de juiste spullen te leveren en een goede partner te zijn op die manier. Oké, okay, sterk. En ook gewoon dingen als Mario Bennett komt volgens mij. Ja, inderdaad. Shout-out naar Mario. nee, dat is inderdaad, daar komt inderdaad een stukje community, goed dat je het zegt. Een stukje community komt daar terug. Ik ging daar vroeger ook als kind heen. Mario Bennett is een legend in Nederland. Ze heeft hier altijd jaren gespeeld. Dus hij helpt ook kids om niet eens alleen basketbal, maar ook inderdaad om meer dan een passie te vinden. Dus hij geeft inderdaad het basketbalkamp in de zomer, winter volgens mij ook. Dus daar hebben we inderdaad ook spullen voor geleverd. Okay, om toch wat prijzen, toch wat meer dat, ja, sprookjesgevoel te geven. Ja toch. Dat hadden wij ook, weet je wel, als kind. Ga naar een basketbalkamp en je verdient iets, weet je wel. Als je een MVP wordt of ik zeg maar wat, most improved, die werkt hard en daar willen we graag kids voor belonen ook. Nee, klopt, dat hebben we inderdaad ook gedaan. Oké, nice. En ik hoorde in de wandelgang ook iets over een connectie met Pusha T, als ik het goed heb. Daar heb je goed geluisterd. Ik heb het gehoord. Ja, nee, daar heb je geen informatie nee, over. Ik heb daar geen. Nee, echt, het is niet eens dat ik iets mag zeggen. Ja, ik weet. Classified. Nee, jij hebt geen informatie. Ja, ik hoor af en toe hoor ik wel een paar dingetjes hier. Nee, het klopt wel dat we werken natuurlijk wel met influencers samen. Okay. Natuurlijk ook om ons platform ook, ja, toch? Ook te groeien. Dus we zijn daar, ik moet zeggen dat we als team daar wel selectief in zijn. We willen niet gewoon met iedereen werken. Ja, ik hoor je. Ja, we willen niet. Natuurlijk, het is gewoon belangrijk dat Okium natuurlijk gewoon een goede naam heeft. Weet je. Ja. Maar natuurlijk, dat soort partnerships zouden natuurlijk geweldig zijn. Ja. Pusha T, let us know, man. Ja. Nee, Oké, sterk. Als daar mogelijkheden voor zijn, uiteraard. Oké. Maar gaan jullie in de toekomst ook kijken naar, bijvoorbeeld je zei, jullie hebben een goede band met Nike. Gaan jullie in de toekomst ook kijken naar collabs? Bijvoorbeeld Pata, bijvoorbeeld, die heeft wel collabs met bepaalde sneakers dat ze uitbrengen. Ja. Zitten jullie daar ook aan te kijken of is dat nog te ver? Nee, ik denk dat we eerst sowieso onze eigen kleding gaan brengen. Ja. En wanneer dat goed loopt, is er misschien een kans om collabs te kijken. Collabs te kijken inderdaad. Ja, zeker. We willen eerst gewoon intern. We willen gewoon ook hier eerst op de map zetten, op de juiste manier.
En dan zijn collabs natuurlijk op lange termijn zouden geweldig zijn. Ja toch? Inderdaad, Pata is gewoon een mooi bedrijf. Pata doet het goed. Pata is ook heel erg community driven. Dus dat zijn dingen, daar leren we zeker van. Collabs op lange termijn natuurlijk, zou top zijn. Ik denk dat op lange termijn, we groeien gewoon die relatie met Nike. Dus we hebben daar bepaalde accounts. En ja, wie weet wat eruit komt. Dat zou ideaal zijn op lange termijn natuurlijk. Dus ja, ik zelf weet daar wat minder van. Ik denk dat je daarmee met Olly en Chess moet spreken. komt goed. Nee. Ja. komt goed. Vervolg episode toch? maar zeker man, dat zou super dope zijn. Oké, sterk. Dat zou natuurlijk wel ook op de map zetten natuurlijk. Ja, ik word er al warm van. Begrijp. Nee, okay. Op dit moment zijn we gewoon echt bezig met Okium, vooral in Amsterdam, Rotterdam, in Nederland, Benelux. Okium verkoopt natuurlijk gewoon in heel Europa. Okay, dus het is ook belangrijk dat wij in Litouwen te zien zijn. Ja toch. Dat Euroleague ons herkent bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, dat zijn allemaal dingen waar we naartoe werken. Maar we willen gewoon klein beginnen. We willen gewoon graag in onze eigen community beginnen. Voornamelijk met jullie bijvoorbeeld. Een sterke basis neerzetten gewoon. We willen een sterke basis neerzetten. Maar ik denk dat er wel gewoon een goede richting op gaat. Zeker. Gewoon met wat ik de laatste tijd gezien heb. Zeker, we proberen. Ook, met de challenge. Zeker, de challenge. Dus, komen we straks weer op terug. Maar, ik weet niet wat voor vragen jullie daarvoor hebben. Nee, we komen straks weer op terug. De challenge was big business. Ik heb echt veel berichten gehad. Mensen, hey, challenge, heb je ook in Utrecht gespeeld? Ja. Ben je ook daar aanwezig? Het vuurtje loopt heel snel. Geweldige vent. Ik was daar niet bij, man. Je hebt echt gemist, man. Was gek om te zien, man. Hele ervaring. Het was een mooie, goed opgezet. Goede content. Zeker. Toffe teams. Mooie venue. Ja, toch? Ja, dat is iets waar we het... Dat moet regelmatig gaan. Dat hoop ik. Ja, dat zou echt... Oké, sterk. Zulke dingen zijn wel echt nodig. Als ik het goed begrijp, hebben jullie twee winkels, fysieke winkels. Ja. In Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam en Rotterdam. Als je moest kiezen, welke zou je aan de top zetten? Als je Amsterdam of Rotterdam moest kiezen. Hoe antwoord geven? Je kan niet zeggen van... Zeg je wat deze eerst beantwoorden. Ik zou zeggen Amsterdam. Ja. Spreek wel je naam goed uit. Sergio. Oké. Ik zou zeggen Amsterdam. Waarom? Sowieso een plek waar ik werk. Ja. Leuke winkels en een leuke plek is op een mooie hoek. En, maar daarnaast, ik ben ook bijna niet in Rotterdam geweest. Oké. Dus zeg maar, ken ik niet zo goed voor. Oké, lijken ze een beetje op elkaar? Ik heb die van Rotterdam ook nog nooit Rotterdam gezien. Rotterdam is geloof ik wat groter. Oké. Er is wat meer ruimte in de winkel. Het begint al. Dus dat is wel nice. Ja. Amsterdam blijft. Adam, on top. Oké, ik hoor je. Ja, ik moet me aansluiten bij Sergio. Ja. Ik ben gewoon, ik ben hier geboren, getogen. Ik kwam naar Okium Store toen ik jonger was. Ja. Dus ik ben met Okium een beetje opgegroeid op die manier. Oké. Dus ja, ik moet met Amsterdam gaan, man. Ja, zijn jullie ook van plan om nog nieuwe stores te openen? We hadden volgens mij een tijdje een store in Berlijn. Oké. Ja, want internationaal? Ja, internationaal, ja. Een van onze buyers komt uit Duitsland. Dus het makes sense, weet je wel. Je hebt daar ook een mooie community. Vooral sneakerheads. Yeah. Zou je het concept buyer even snel uit kunnen leggen voor onze kijkers? Buyer, ja, voor de kijkers, luisteraars. Yeah. Een buyer is iemand die spullen inkoopt. Dus die heeft direct contact met Nike, Puma. Dus basically krijgt hij alle spullen binnen op inkoopprijs. Dus dat ligt natuurlijk aan bepaalde accounts, connecties, et cetera. Maar goed, hij is de hele dag bezig om de juiste spullen te sourcen. Ja. Die krijgen we binnen bij Okium. Hij weet alle prijzen, de marges. Dat is wat meer business gerelateerd. Oké. Dat is een buyer. Dus, basically, the buyer is the plug. De plug. Basically, the buyer is the plug. Hij gaat het haat als ik dit zeg ook. Ja. Als je schoenen nodig hebt, basically, he's the plug. Oké. Hij weet een beetje. Een buyer, ik ga bij je komen. Hij maakt voor het bedrijf zelf. Ik kan een bedrijf zelf doen. Ja, je komt niet zomaar in die account. Ja. Hard werken. Je komt volgens mij met you steeds hoger. Zeker. Dus hij maakt gewoon bepaalde relaties. En hij bepaalt wie wat krijgt ook. Shit, ik denk het. Dat niet per se, maar als je een hoog account krijgt, krijg je bijvoorbeeld meerdere schoenen. Wat bedoel je als je account zegt? Gewoon zeg maar, bij Nike heb je, als ik het goed zeg, bepaalde accounts. Dus hoe meer of hoe beter contact je hebt. Op die manier. Je hebt bepaalde tiers. Oké. Tier 0, tier 1, tier 2. Dus bepaalde winkels hebben
ja, ik weet niet precies hoe dat zit, nee, maar het is meer hoe Nike is, zeg maar, de business ziet. Dus als één bedrijf het goed doet, of ze zijn heel community driven, ja, ze doen het goed voor basically hun plek, dan it makes more sense for Nike to give them more stuff. Mm-hmm. Sorry, technisch. Ja. maar goed, voor Nike weet je wel, zij kiezen ook hun relaties in bepaalde winkels. Mm. Dus gebaseerd daarop krijg je een tier en ja, een bepaalde connectie in account. Mm. Maar goed, dat is dus wat onze buyers doen. Die zorgen dat de juiste spullen binnenkomen. Je weet wanneer spullen binnenkomen. Dus bijvoorbeeld ik als online marketer, ik moet weten wanneer de bepaalde spullen binnenkomen. Zodat we die op het juiste moment kunnen adverteren. Op de juiste plek kunnen zetten. Okay. Dus dat is, ja, het is een beetje dat... dat heel proces gewoon. Ja, dat is een beetje proces. Maar alles sluit wel op elkaar. Ja. Puur. Ja, klopt. Oké. Maar goed, waar waren we eigenlijk? Dat was even een detour. Ja, maar gewoon even... Nee, we gingen gewoon over die stores praten, man. Ja. Gewoon goede info, man. Goede info. En nou, volgende. We doen vaak gewoon een kleine game. Hij is al een beetje mee begonnen. Dat je gewoon moet kiezen tussen twee dingen. Als we kijken nu naar die twee grote brands. Kijk, je hebt al gezegd, jullie hebben goede band met Nike. Ja. Maar als je moet kiezen tussen de Nike brand, dus dan valt Jordan ook eronder. Mm. Of de Adidas brand met Yeezys. Welke zou je kiezen? Nike. Ja? Ja. Laat me nog moeilijker maken. Als je moest kiezen tussen Nike en Jordan, welke zou je dan kiezen? Want dit is anders is het te makkelijk toch? Ja. Ik zie je, man. Fully Nike invest het gewoon. Op die chest ook gewoon. Ik zou Jordan kiezen. Ja? Waarom zou je Jordan kiezen? Omdat ik tegenwoordig meer fan ben van Jordans. Ja? En daarnaast, ja man. En zelfs, ik loop nu op KD's ook met basketschoenen, maar ik denk ook dat ik zeker op Jordans zou kunnen basketballen. Die fiets. En ja man, ik vind Jordan nice. Ik vind Jordan is een... Ja? Ja man, ik weet niet echt. Het geeft me een beetje old school vibes of zo. Ik weet niet. Ja, wat is je lievelings Jordan, Sergio? Ik vond het heel lastig. Ik was elke keer een beetje aan het switchen. Op dit moment mis ik Jordan 6. Oké. Okay. Dus ik zie niet zo vaak tegenwoordig op straat. Ja. Maar wat ik zeg, ik hou een beetje van oldschool looks of zo. Mm. Die Jordan 6 geeft me wel die vibe. Oké, sterk. Ja, Julius? Goed antwoord. Ja, hij heeft hem correct gezet. Hij heeft nu pressure. Ik moet zeggen, dat is wel een moeilijke. Mm. Je had het net over Yeezys, dat soort dingen. Yeah. Ik moet zeggen, ik heb een zwak voor Kanye, man. Hé, hey, ik hoor je. Ik heb dat ook. Er is veel kritiek over Kanye. Die man is elke dag wel in het nieuws, weet je wel. Daar niet van. Maar ik hou wel van zijn kleding, zijn visie, de stijl. Dus ja, ik hou van Yeezys, maar ik heb meerdere paren Yeezys. Verschillende Yeezys ook. So. En zijn comfy. Zijn super comfy. Yep. Ik heb een zwak voor hem, man. Ik hoor je. Het is moeilijk om te kiezen. Ja, om iemand buiten te sluiten. Maar je ook, moet wel kiezen. Ik heb ook een beetje... ik moet me inderdaad ook een beetje aansluiten bij Sergio. Ik ben ook opgegroeid met Nike's. It's tough, weet je wel. Ones, threes, fours. Ik heb ook 11's gehad. Ja, 11's kunnen we niet vergeten. 11's mogen we niet vergeten. 12's, weet je wel. Ik heb wel voor alles wat gehad. Dus, spittig. Performance moet ik zeggen, heb ik nooit echt gespeeld. Ik heb meer op Adidas gespeeld. Ja. Van alle kanten is moeilijk, man. Maar als ik echt één brand moet, ja, ik ga wel met Nike. Ja? Ja, en okay, de day moet met Nike gaan. Ze hebben de beste collabs, denk ik. Ja. Ze flashen, man. Ik kan Nike's altijd dragen. Altijd wel. Ik kan altijd Nike's dragen. Zo. Ja, ik moet wel met Nike gaan. Oké. Sterk. Zo. Ja, wat kies je? Als ik nu naar mijn huidige collectie zou moeten kijken en wat ik het liefst draag, zou ik denk ik wel Adidas zeggen. Maar dan... Zoals jullie net ook al zei, puur vanwege Yeezy gewoon. Want daarbuiten draag ik niet, eigenlijk helemaal geen Adidas. Begrijp je? Dus als ik dan moet gaan kijken, is het dan toch wel weer Nike. Maar... Ja, het zou toch Adidas zijn, man. Als ik tussen deze twee moest kiezen. Lastig, hè? Ja, man. Lastig. Want je gaat daar kijken naar, hè? Nee, wat draag ik? Maar ik draag die ook weer. Ik moet zeggen, die performance heb ik met Nike vroeger problemen gehad. Weet je wel? Ben snel geblesseerd of snel kapot. Serieus? Op basketbalwijs, hè? Ja, basketbalwijs. LeBron's. Die cushion ging altijd kapot. Ja. Nooit issues gehad. Nee? Ja, is dat ik had wel één keer een game, man, met de KD. Geef voor Leo, bam. Die bubbel, hè? Die bubbel. Klopt. Klaar. Misschien is het mijn voet. Ik heb grote voeten. I don't know. Ja. Maar met Adidas heb ik meer succes gehad, man. Ik hoor het wel van veel mensen. Damian Lillard heeft een goede schoen. Die
James Harden's, die zijn, vond ik nice. Ik ja, die James Harden. Ja, ik kan dat ook wel. Harden heeft een paar platte dingen. Hey, die dingen. Ik ook niet, man. Maar ze komen boos of zo. Ja, man. Ik weet niet. Ze hebben, ze hebben een andere vibe of zo. Ja, ja. Andere vibe. Het is minder flashy, maar die performance van Adidas, ja, man. Die, I like that. Oké. Dat is al bij de laatste. Ja, één na laatste vraag. Nog steeds naar die performance van Puma. Mensen zeggen ook dat dat goed is. Ja, maar Puma, ik zeg je eerlijk, van basisschoenen zijn ze nu al mijn favoriet. Maar ik zeg je eerlijk, als ik gewoon ben. Ja, maar Puma. Ik speel gewoon altijd op Nike, man. Ja, maar dan komen een paar van Puma. Ja, maar gewoon altijd. Ja, soms geen twijfel van, moet ik misschien even. Als je die Puma's gaat, moet je die Clyde. Wow. Die moet je checken, man. Ja, we hebben er nu eentje in de winkel in Amsterdam. Ik twijfel om die te halen. Nog niet die sale, nog snel die sale. Snel op promo weer. Ik twijfel, ik train nu best wel veel. Ja. Ik zal halen. Ja? Ja, man. Ik moet zeggen, Puma doet echt goede dingen. Ja, serieus, man. Ze zijn hongerig. Speel je Puma? Puma doet echt zijn ding, man. Ze hebben, ik denk dat ze heel veel van de goede, brand, de goede gasten hebben gesigned, bijvoorbeeld. Ja, weet je wel, Mello. Veel nieuwe gezichten, frisse gezichten, mooi design. Hey, je zegt het zelf, ze spelen lekker. Ze spelen lekker. I kinda like it. Ik moet ze zelf nog proberen, maar ja, mogen niet vergeten. Ik denk dat ze veel noise gaan maken dit jaar, volgend jaar nog. Dus. Hey, snel, wacht. Wie is de echte Mello? Yo, dit is geen vraag die we stellen. Nee, nee, nee. Wie is de echte Mello? Waarom willen kijken? Ze zijn allebei Mello. Nee, niet ze zijn allebei Mello. Er is eentje die er al Thijs is. Ik corrigeer mezelf, LaMelo. Ja, Mello staat op zijn naam. Nee, Carmelo Anthony is. Zet respect op die man zijn naam. Maar kijk, straks. Carmelo straks. Ja, maar straks. We leven in de Edo. Broer, hij heeft nog wat één seizoen. Yo, dat weet je niet. Dat weet je niet. Dan is het gewoon... Leekshow. Ja? Het is gewoon Mello time gewoon. Het is gewoon... We gaan het zien. Nee, LaMelo doet ook zijn ding. Ja, daar niet van. Respect daar naar niet. Beide toch, maar... Ja, toch. Ik ben ook... Ja, ik ben opgeroemd met... Ja, voor nu is Mello gewoon nog Mello. Carmelo. Misschien voor die nieuwe lichting is Mello. Hoeveel games van Carmelo heb je gecheckt? Wat zeg je? Maar nog goeie vuur. Ja, nou daar niet van. Nou, maar daar niet van. Oké, maar nu we toch over basketbal praten. 5x5 basketbal of 3x3 basketbal? Nou, kijk, ik wil niet zeggen, er is een partnership. Ja, ik is gewoon een partnership. We hadden het er net nog over. Ik heb nooit 3x3 gespeeld. Oké. Maar ik snap heel erg waarom het chill kan zijn. Je hebt echt ruimte op het veld. En soms vind ik zelf dat als het 5x5 is, dat het zo druk is op het veld. En soms op training speel ik liever 3x3 dan 5x5. Ja, training begrijp dus ik. Dus het is heel lastig, want ik heb nooit zeg maar, echt 3x3 gespeeld. Ja. Dus, ja. Voor mij is het 5x5, want ik weet niet beter, maar ik snap heel erg. Misschien als ik ook 3x3 zou spelen, dat ik dat chiller zou doen. Hij komt correct, hè? Hij komt altijd safe, ja, ook bij die vorige vraag. Ja, dan jullie, jij hebt wel beide gespeeld. Ja, dus jij gaat ons wel geven wat het is. Ja, deze vraag is moeilijk. Je hebt nog beide een beetje op hoog niveau gespeeld, beide. Ja, dus, ja ik heb natuurlijk beetje. Gewoon... Een beetje. Oh. Ik heb bijna 18 jaar 50-5 gespeeld. Oké, boos. Hoe oud ben je? Ik ben 26. Ik speel al sinds mijn 8e 50-5 basketbal. All over Europe gespeeld. En... Hey, het is wel echt een moeilijke vraag, man. Ik ben pas recentelijk heb ik 3x3 gespeeld. Uh-huh. En ik ben gecharmeerd van de game. Okay. Ik ben gecharmeerd, het is anders. Ik respecteer het ook meer. Okay. Nu ik speel, denk ik van, hey, je hebt echt een andere conditie nodig. Andere tactiek, ander soort spelers. Veel fysieker ook, toch? Veel fysieker, maar hey, ik vind de move, het move snel. Het is urban, het is flashy. Dus new wave. Ik zie die kant ook, weet je wel. New wave. Maar 5x5 is toch wel waar ik vandaan kom. Dat is mijn DNA. Yeah. Dus ja, ik kijk toch wel NBA, dat soort dingen. Ik kijk Euroleague. Mm. Wat is mijn stoel aan dan? Maakt dat te veel geluid als je wil? Ja, maakt te veel geluid. Ja. Maar goed, ik denk dat ik kies voor 50x5 op dit moment nog steeds. Ja, puur. Maar ik ben gecharmeerd van 3x3. Laat het zeggen, ik ben gecharmeerd van 3x3. Oké, maar sterk. Wat zeg jij? Ik hoor. Je vergeet even wat op je chest is, man. Wat zeg jij? Wat ik zeg? Ja. Ik kan geen fout antwoord geven. Ik kan geen fout antwoord geven. Alles mag. Vergeet wat voor gear ja, je nee, aan daar hebt, niet van, daar niet van. Maar... Ik vind basketbal, het concept basketbal gewoon prachtig. Dit gaan we niet doen. Het concept basketbal gewoon prachtig. We allemaal basketbal liefhebbers. We zijn gewoon basketbal liefhebbers. Dit gaan we niet doen. Als ik kan basketballen, dan ben ik blij. 5x3 tegen 3. Dit gaan we niet doen. Dat is een goede vraag, man. Ik speel zelf ook niet meer, maar...
Ik zeg, ik had uit beide gewoon vreugde, man. Gewoon uit beide had ik gewoon die goede. Ja, maar als ik moet kiezen, 3x3, man. Waarom? Wat dan? Waarom? Wat dan? Waarom? Een moeilijke vervolgvraag. Weet je wat het was? Op een gegeven moment 3x3, het werd gewoon dynamischer. Vooral hoe ik ouder werd, ik ging wat meer focussen op school en 3x3 was wat flexibeler. Ik hoefde niet 5 keer in de week te trainen. Ik kon, je deed af en toe toernooien. Het was niet dat je elke week die commitment moest showen. En vooral als je en daarnaast nog moest werken en daarnaast nog naar school moest, werd het gewoon net wat moeilijker. Dus 3x3 werd gewoon net wat interessanter voor mij. Het was net opkoming en we vonden het leuk, man. We gingen toernooien winnen. Dat vooral, man. En het was altijd, er was net iets meer hype of zo, omdat die toernooi, omdat het ook niet elke week was, dus minder regelmatig. Bij toernooien was er meer hype. Als je grote events had, dat was gewoon net wat meer energie of zo. Dus dat vooral, man. Dus op het moment zou ik 3x3 zeggen, man. En dat past gewoon een beetje bij je lifestyle. Ja, het past gewoon meer bij mijn lifestyle op een gegeven moment. Ik, ik hoor dat vaker, man, ik kies voor 3x3 vanwege de lifestyle ook. Ja, toch. Pak toch toffe trips, weet je wel. Als je naar Dubai gaat, Mexico, China. Dat is gek, hoor. Dat is gek, weet je wel. Dat Olympische nog Spelen. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan met 5 tegen 5, weet je wel. Dus er is heel veel om te winnen daar. Dus dat kan ik me goed voorstellen. Ja, toch? Ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. Want je speelt volgens mij nu al 5 tegen 5 bij Almere. Ga je dit echt doen? Nee, ik vraag hem gewoon af. Ik wil het gewoon bevestigen. Kijk. Echt doen? Volgens mij. Kijk, momenteel is voor mij 5 tegen 5 basis wel gewoon. Oké. Bij echt. 5 tegen 5, oké. Oké. 5 tegen 5, kijk, laat me uitleggen. Met 5 tegen 5 heb ik momenteel nu meer kansen en haal ik ook meer plezier kansen uit. Uh-huh. Kijk, als 3 tegen 3 basketbal, los van Team NL, Team Amsterdam, de boys die weet toch al die trips pakken en alles daar spelen. Als de jeugd ook meer kansen krijgen, los van Team NL, dan zou ik 3 tegen 3 basketbal. En wat betekent meer kansen? Dat er meer toernooien zijn voor gewoon in het buitenland, ook gewoon voor jongens, dat ze gewoon makkelijk. Maar 5 tegen 5 heb je toch ook niet veel toernooien in het buitenland? Nou, maar 3 tegen 3 concept is toernooi in het buitenland. Je gaat hier een challenge spelen. Maar dan kan je verdienen, toch? Een world tour. Als ik het concept goed begrijp. Je kan het verdienen, maar kijk wat nu die starting 6 man zijn die al daar spelen. Op die manier, dat is een beetje Utrecht, vast. Team Utrecht, je hebt nog team dit, team dat. Ja, maar zij strijden allemaal voor die spot om daar niet Team van. NL te gaan. Daar niet maar van. Kijk, ik bedoel meer van. Kijk, bij 50 en 5 heb je die Compa E-divisie, je hebt Promo-divisie, je hebt Dutch Tennis League, je hebt van alles. Het is gewoon net wat diverser. Ja, voor 3 tegen 3 heb je alleen, in mijn ogen, Team NL, U21, U23 en Ahero, zij gaan gewoon echt de meeste games spelen. Daartussen heb je Streetball Masters, was toen, nu komt United met Street League en zo. Yeah. Maar het is niet echt een compa, zeg maar. Ja, snap je? Ik hoor je. Dus je zou wel 5 tegen 5 kiezen? Ja, man. Oké. Ik zeg het nog in de cam, ik kijk 5 tegen 5. Goed. Maar ik moet zeggen, met 5 tegen 5, ook al pak je een buitenlands toernooi, je hebt nog steeds je coach. Er zijn nog steeds factoren. Dat is het. Misschien je hebt veel in de hand bij 3x3. Misschien niet. Tricks. Ja. Er zijn altijd wel. Maar los van dat, 3x3. Geweldig, man. Ja. Het is gewoon, het is ook gewoon mijn speelstijl, weet je. Het is ook fysiek en zo. Maar voor nu gewoon 5x5. Je mag zo doen. Je mag zo doen, maar ik blijf gewoon naar mijn stand. Jasper, kijk naar die man. Ik blijf gewoon naar mijn stand. Oké, stel. Dacht het geen over ook je en zo. Ja. Als we toch. Had hem niet verwacht. Oké. Volgende. Deze is een leuke, ga ik voor jullie voorlezen. We beginnen bij jou. Ja. Zeg, je mag beginnen, man. Zeg even, je krijgt een kind, maar bij geboorte wordt je kind omgewisseld met de ander. Maar je komt er pas na 3 jaar achter dat je kind omgewisseld was. Zou je liever je biologische kind hebben, terugkrijgen, zeg maar, of het kind dat je nu al 3 jaar hebt opgevoed? Na 3 jaar? Ja. Sergio. Ja, maar we beginnen sowieso bij jou. Ja. We beginnen sowieso bij jou. Wat zeg je, Sergio? Ik herhaal, hè, voor mensen die me niet goed gehoord hebben. Na 3 jaar kom je erachter dat je kind dat je nu hebt opgevoed niet je biologische kind is. Zou je het willen omwisselen? Wie heeft deze vraag bedacht? Ik zou het sowieso niet omwisselen, maar ik zou ook mijn biologische kind ook willen. Dus je zou wel gewoon het kind dat je nu hebt, als je de mogelijkheid hebt, blijven opvoeden? Ja. En je biologische kind bij de andere ouders laten? Nee, die wil ik ook. Oh, je was er bijna! Hij probeert altijd correct te komen. Ja, maar dat is één optie. Is één, je kan niet allebei. Dat is of je biologische, of die ene die jou 3 jaar hebt opgevoed. Ik zou mijn biologische kind willen. Ja? Ja.
En redenering? Is toch een deel van jezelf? Korea. Ja, dat denk ik. Maar na 3 jaar heb je wel een ander soort band. Je hebt slapeloze nachten gehad met je team. Toch? Het is moeilijk, man. Moeilijk deze. Julius. Je hebt een bedacht voor jullie. Ja, dat is juist, hè, maar hij is aan die vraag gekomen. Ik zou denk ik de kinderen ombisselen. Dat klinkt echt. Je kan gewoon zeggen, je gaat je biologische kind. Zeker, ik ga denk ik mijn biologische kind terugclaimen. Maar ik wil wel graag betrokken zijn met het kind dat ik al heb opgevoed. Ja. Denk ik. Het is toch wel je bloed en ja, 3 jaar zijn. Maar zou relatief, anders... is relatief een korte periode. Mm. Maar zou dat anders hem ook toelaten? Als iemand anders mijn kind heeft? Ja, want zij hebben nu ook jouw kind 3 jaar gehad. Mogen ze jouw kind ook komen kijken? Ja, want diegene, die mensen hebben ook mijn kind opgevoed. Ja, toch? Ja, toch? Zeker. Ja, man. Ze hebben ook wel een love voor je kind. Ja. Zeker, zij hebben ook mijn kind opgevoed. Dus ik denk dat die switch wel toepasselijk is. Toepasselijk. Het klinkt ook top, ik ga hem even terugbrengen. Verkeerde patta gekocht. Nee, zeker even omwisselen. En maar wel love geven aan het kind. Ja, toch? Ja, zeker. Oké. Oh ja, man, breng me biologisch sowieso, man. Run me my child, man. Ja, toch? Ja, man. Precies wat Sergio zegt, man. Het is toch wel een deel van jezelf. En ja, ik zou hetzelfde doen als de boys, man. Gewoon, ik zou sowieso je toch terug switchen. En dan het andere kind ook blijven kijken. Andersom, ook als ze daar behoefte aan hebben. Ja, want weet je wat ik denk? Van, kijk, op het moment dat je van, 3 jaar, je hebt wel een band. Maar op het moment dat je hoort, this is not your child. Is gelijk in je hoofd van, dat doet pijn. Ik denk dat het gaat pijn doen, ja toch? Snap je? Dus ik denk die switch, ja man. Maar moet zeggen, als het kind ouder is, dan wordt het moeilijker. Ja. Als het voor je van 10 jaar heeft. En, man. Drie kan je hem nog. Ja, het is. ze weten nog niet echt wat er gebeurd is. Speel je wel met gevoelens en. Ja, is boos, man. Dat is wel heel anders, weet je wel. Ja, man. Maar na 3 jaar, dat is relatief een korte periode. Relatief, ja, want het is toch ook wel wat, hoor, die eerste 3 jaar. Zeker. Nee, maar we moeten wel omwisselen. I need my child back. Oké, en Jashu? Ja, dat zei ik net toch. Oh, van je zou het ook wel gewoon. Straks heb ik een NBA baby gemaakt. Ja, man, vervelend. Ja, man. Maar straks is die andere NBA baby en daar sta je dan. ik krijg wel tickets, denk ik. Ik denk het ook wel, hè? Die wil even openvliegen. Maar oké. Nice, man. Dat... biologisch weet je precies van Ed. Mijn DNA. Die NBA DNA zit daar. Je krijgt. Oké. Dat was dan die This or That. Boys, hoe ervaren jullie gewoon eigenlijk de actuele situatie met coronabewijs? Zijn jullie gevaccineerd? Dat hoeven jullie niet te zeggen dat jullie niet willen. Ja? Jij? Ik ben ook gevaccineerd. Oké. En hebben jullie daar specifieke redenen? Hoe zeg je het zo van, dat hoeven jullie niet te zeggen? Nou, omdat het ook gewoon medische informatie is, toch? Niet iedereen wil dat delen. Veel mensen zijn wel gevoelig. Ja, toch? Daarom zei ik meteen van, je hoeft het niet te delen als je niet wilt delen. Maar hebben jullie daar specifieke reden voor? Ik heb het eigenlijk best wel vroeg in de zomervakantie gedaan. Okay. Ik dacht, op dat moment dacht ik sowieso van, er gaat een moment zijn dat ik het wel wil doen. Ik sta er gewoon voor open. Toen twijfelde ik nog van, het is nog nieuw, ik weet nog niet wat er op anderen gebeurt. Ik heb toen een beetje mijn eigen research gedaan. Okay. Maar, zeg maar, wat erop uitkwam, wat ik op zich wel duidelijk vond, is dat het heel snel zou gaan, dat er gewoon heel veel geld in is gepompt, zeg maar. Yeah. Maar op zich, alle reglementen zeg maar, voor de vaccinaties zijn wel gewoon behandeld. Mm. Toen dacht ik zelf gewoon van, oké, ik denk wel dat het safe is. En dan beter nu dan over een half jaar. Dat dacht ik. Ik wist sowieso dat ik ervoor open stond om het ooit te doen. Mm. Dus, ja. Okay. Ja, Julius? Ik ben ook gevaccineerd. En ik speel toch sport, weet je. Mm-hmm. Dus ik had in het begin het gevoel van, hey, ik ga waarschijnlijk het buitenland in. Ik ga reizen voor mijn sport. Mm-hmm. Het is wat ik safe als ik ben gevaccineerd. Ja, toch? Het is makkelijker ook. Het is makkelijker, ook om te spelen. Je moet gewoon gevaccineerd zijn. Okay. Teams hebben die vragen ook van, hey, is hij gevaccineerd? Het helpt bij je recruiting proces. Ja. Is het echt verplicht? Het is niet verplicht, maar toch wel verplicht. Het is een grijs gebied. Maar goed, het maakt, als er 100 spelers zijn en je bent gevaccineerd, weet je wel, een team gaat toch kiezen. Weet je wel, wat is het makkelijkste voor ons? True. Dus ja, het kan zijn dat je naar het buitenland gaat en er zijn andere, weet je wel, andere restricties. Als je gevaccineerd bent, maakt het gewoon wat makkelijker. Ja, dus ik heb het lang afgehouden. Ik wacht eigenlijk zo lang mogelijk. Dacht, ja, ik wil ook even kijken wat er gebeurt. Ja, toch. Er gebeurt heel veel namelijk. Maar uiteindelijk wel de keuze gemaakt om het te doen.
Okay. Ook voor mijn familie. Ja, gewoon oma, opa, dat soort dingen. Ja, het is gewoon safe. Begrijp ik. Jij, Sjoe? Ja, ik ben zelf ook gewoon gevaccineerd, man. En ja, voor mij, weet je, ik ging nooit echt gekker over nadenken van, ga ik niet vaccineren of wat. Het was gewoon afwachten van, wanneer ga ik het doen, weet je. Want ik ging gewoon aan, precies wat jij zei, er zijn miljoenen ingestopt. Je kan wel zeggen, ja, het is heel snel gegaan. Maar ja, kijk, in welk jaar we nu leven, weet je. Alles kan nu heel snel gaan. Ja. Zeker, kijk, 10, 20 jaar geleden hadden ze misschien 8 jaar nodig om vaccinatie gewoon te maken, snap je. Ja. Dus voor mij was het gewoon van, oké, wanneer ga ik het doen? En toen geef ik me dat ik gesprek met mijn moeder. En zij ging ook heel erg twijfelen. Toen zei ik van, ja, ik dacht er ook over na. En toen was het gewoon van, oké, we gaan het gewoon beide doen. Ja. En toen zo gefixt. Oké. Ja, man. Ja, zo? Ik ben niet gevaccineerd. En ik ben ook niet, ik zou niet zeggen niet super tegen, maar voor mij is het meer... Ik heb zelf corona gehad, ben heel ziek geweest, ben daarna eruit gekomen, ook gewoon weer beter. En ik heb daarna nooit echt het gevoel gehad dat ik het weer kon catchen, wat wel kan natuurlijk. Ja. Maar ik heb ook gewoon, ben naar buiten geweest, ik ben ook niet per se voorzichtig geweest of zo. Ik ben gewoon gaan chillen, al die dingen daar. Ja. En voor mij is het feestje, zeker, zeker. Maar voor mij is het meer van, die prik heeft voor mij niet super veel toegevoegde waarde of zo. Begrijp je? Ik heb niet het gevoel dat ik na die prik nog veiliger ben dan ik nu al ben. Vooral nadat ik het al een keer heb gehad. Ja. Dus voor mij is het echt vooral, als het voor mij gezondheidswijs niet superveel gaat doen. Ik woon ook bijvoorbeeld op mezelf, dus ik hoef er ook niet echt per se rekening te houden. Ja. Dan wil ik, ga ik het wel uitstellen. Ja. Bij wijze van. Want ik wil eigenlijk ook nog een beetje aankijken over wat precies. Nee, van. Technisch of fout. Maar precies wat jij zegt. Ik had ook in mijn hoofd van, het is best wel snel gefixt, dit, dat, bla, bla. Maar dan ook als ik bijvoorbeeld vakantie plan en dan een ander vaccin moet nemen, dan ga ik wel denken van, hé, waarom zou ik die wel nemen, maar deze niet. En ik sprak laatst bijvoorbeeld, als ik naar Ghana ga, dan moet ik ook vaccins nemen van andere ziektes. En bij mij ging het dan draaien van, hé, waarom zou ik die wel nemen, bij deze moeilijk doen. Mm-hmm. En dan kwam ik terug op het argument van, het is snel gemaakt. En ik sprak bijvoorbeeld laatst met Jesper erover van, ja, het is snel gemaakt, maar als de westerse wereld een probleem heeft en er wordt geld ingezet, gaat het snel opgelost worden. Ja. Begrijp je? Dus ik ben nu gewoon nog in die drijfveer van, oké, ga ik het doen, ga ik het niet doen? Ja. Heb ik haast erbij, heb ik geen haast erbij? Kijk, het enige vervelende nu is dat we, laat me maar zeggen, de mensen die niet gevaccineerd zijn, worden een beetje gepressured. Het beleid is heel scheef, man. Dat vind ik jammer, dat we zo gepressured worden. Ja, ook vraag, heb je issues nu met... Kijk. Ik zal het geen issues noemen, want laat me zeggen, de maatregelen die zij treffen, we kunnen niet naar bios gaan, oké. Niet uit eten kunnen gaan, oké. Begrijp je? Heeft niet superveel impact. En al deed ik het wel superveel, zou ik niet om die redenen toch gaan vaccineren. Begrijp je? Want het is ook wel gewoon een luxe, man, wat ze wegnemen. Ik zou niet zeggen luxe, maar meer een gewoonte. Een bioscoop, zeg maar. Okay, dat je niet het is geen necessity. Het is sowieso geen necessity. Op je voorbeeld. Ja. Maar ik bedoel meer van, ik kan nu niet bijvoorbeeld zeggen van, hey boys, ga even snel wat eten. Ja. Want je mag niet meer zitten, begrijp je? Dat soort dingetjes waarbij ik wel denk van, joh, weet je, dat was een keuze. Laat het dan ook een keuze blijven. Ja, begrijp je? Ga ons niet pressen om het wel te doen. Want stel, het beleid is wel schrijf, begrijp je? Ja. Stel, ik wil het nu wel doen, ben ik toch op een spot van, no, word ik nou gepresst om het te doen of wil ik het zelf doen? Begrijp je? Dus ik ben gewoon nog een beetje in die tweestrijd, een beetje kijken of... Ik moet zeggen, mijn moeder heeft een immuniteitstest gedaan. Dus ze is immuun. Oh, dat heb ik voor het eerst, ja, man. Nee, serieus. Het was een derde partij die dit heeft aangeboden. Oké. En er zijn toch wel 40, 50.000 man hebben zich aangeboden. Oké. En een groot deel blijkt gewoon immuun te zijn. Voor corona dus? Voor corona. Maar krijg je dan ook een vaccinatiebewijs? Dat is het enige. Die krijg je dus niet. Dus we zijn nu aan het aanvechten bij de overheid om dit ook een deel te maken van... Ja, want dat klinkt als een hele goede oplossing. Dat is een hele goede oplossing. En dat vind ik ook een beetje scheef. Want er zijn heel veel regels. Als je in de praktijk gaat kijken, het matcht niet of zo met de dingen. Nee. Begrijp je? Nee, klopt. Het is gewoon klopt. Niet zo handig. Ik zag ook dingen van, je mag nu een knuffel geven, mag je handen schudden. Ja, dat soort kinderachtige dingen. Ze weten niet precies wat ze aan doen zijn. Ja, dingen het is gewoon een groot grijs gebied. Je mag volledig uitgaan, maar wel tot 12. Maar alsof tot na 12 die corona sterker terugkomt of zo. Na 12 uur, wow. Sinds dag 1 waren die regels gewoon, weet je. Ja, maar nu vind ik sommige dingen wel echt waar. Ja. Waren gewoon, was laatst zo'n joke op Facebook toch, dat je maar meer... Ik weet niet meer hoeveel mensen je max in huis mocht zijn. En er was een familie, die mocht niet op bezoek gaan bij hun tante. Omdat ze met te veel mensen dan
op bezoek zouden gaan. Yeah. Maar die tante mag wel. Ja, ze is hetzelfde aantal. Ja, 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 ja. Je mag niet meer dan 4 uitnodigen. Ja. Heel veel scheve dingen. Dus er was veel. Daarnaast, mijn broers hadden me nog geappt zo van, hey, ligt het aan mij of ik krijg bijna geen niet meer binnen dat mensen corona hebben. Ja, maar ze promoten het niet meer zo. Ja. Promoten. Nee, maar ik hoor bijna niet meer dat mensen corona hebben. In het begin, toen het net uitbrak, was ik elke week wel... Elke dag kreeg je gewoon een melding. Ja, maar er was zo'n moment, er zijn 10.000 mensen bijgekomen. Ja, er was zo'n moment dat het uitgaan weer opging en dat testen voor uitgaan of zo. En toen ging het weer helemaal zien. Ja, maar dat is logisch ook. Hè, want iedereen gaat veel meer testen ook. Maar bijna iedereen heeft dat denk ik ook wel gehad, toch? Of niet? Ja, ik heb het. Want als je ook kijkt naar je cirkel, toch? Ja. Bijna iedereen, als ik in mijn cirkel kijk, bijna iedereen voor alcohol. Veel mensen gehad, maar er zijn ook genoeg die het nog niet hebben gehad. Ik heb het heel vroeg gehad, man. Ja, wat is heel vroeg? Nog dat je niet kon testen en zo. Oh. Zonder mondkapje of vee. Ik weet nog, bij die eerste lockdown, toen ging ik weer naar Groningen. Ja. Toen moest ik wat spullen in Amsterdam ophalen. En ik denk echt dat ik het van die man kreeg, is dat iemand achter me in de trein was aan het hoesten. Ja, 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 kijk het hier. Ik aan het hoesten, ik voel me zo aan ja. Maar ja, daarna ik kon 10 dagen lang niet ruiken, niet proeven en zo. Ja, dus ja, maar, ik heb nooit, zeg maar, echt... Laten vastleggen. Ja, dat is niet vastgelegd. Maar dan moet je, heb je wel 2 prikken moeten nemen, toch? Want ik heb begrepen, als je het al hebt gehad en het is vastgelegd, moet je maar 1. Ik moest ook 2 prikken, man. Maar sowieso is het volgens mij een half jaar of zo. Zeg maar, als je het moest binnen een half jaar. Ja, oh echt? Dan pas kan je maar 1 prik. Oh echt? Ja. Dan pas. Oh. Maar dus ik moet sowieso 2 prikken. Maar volgens mij was echt in die eerste lockdown al, man. Ja. Ja. Dus ja. Maar ik werd er toen 1 dag best wel ziek van. Toen een dag voelde ik me gewoon beter. En daarna 10 dagen lang niet ruiken en niet proeven. Hmm. Ja, dat was wel het eigenlijk. Gek, man. En een vraag naar jullie. Geloof je in een complottheorie? In een complottheorie. Is er meer aan de hand? Is er meer aan de hand? Kijk, weet je wat het is met complottheorie en zo? Je kan voor alles wat gebeurt in de wereld wel een theorie hebben. Ja. Maar ga je nu echt... Kijk. Ik zeg van, ga je nu jezelf echt gek maken over deze theorieën? Maar kijk, je moet het zo zien. Oké, okay, je hebt een complottheorie, maar wat gaan we doen? Ga jij nu gewoon buiten echt tegen de regering ingaan? Ja. Weet je? Als je dat niet gaat doen, of je gaat niet initiatief nemen om een groep te verzamelen die het wel gaat doen, ja, dan vind ik gewoon van, hé, pas met die dag. Doe gewoon een beetje rustig, weet je? Maar nu ga je jezelf helemaal gek maken. Ja. We zijn bezig met dit, corona dat. Maar ernstig zit je gewoon thuis tv te kijken, te zappen. Maar je doet niks, weet je. Ja. Dan denk je van, als dit een complot is het het lijpste complot ooit. Ja, maar ik denk ook niet wat het complot precies is. Ja. Maar als dit een complot is, dan... Ik moet zeggen, dan als mensen denken dat het vaccin een complot is... Dan moet je ook, dan is alles koppelen. Dan kan je ook niet met je bankpas betalen. Maar dat bedoel dan ik. Mag je ook geen dan moet je telefoon weggooien. Maar dan kan je ook geen boodschappen in de supermarkt. Dan moet je alles zelf gaan kweken. Dan moet je van de wereld verdwijnen. Ja, eigenlijk wel. En dan weet je ook wat jij koopt. Weet toch, dat is dan ook niet. Ja, true. Zou ik bedoel? Dus kijk, maar deze topic, we kunnen gewoon altijd. Daar kunnen we ook. Langer over praten. Maar we komen jammer genoeg gewoon aan het einde van onze podcast. Jammer genoeg. Ja, maar daar niet van. Voordat we echt naar het einde gaan. Moeten we een beetje nog die challenger bespreken, man. Ik vind dat we dat nog een beetje hebben geweest. Dat vind ik wel een beetje afsluiten. Ja, ja, we kunnen daarmee afsluiten. Sowieso een beetje, want we hebben een groot event gehad. Finish on a good note. Ja, toch? We hebben een groot event gehad. We kunnen dat niet uit de weg kijken. Ja, jij was er bij jullie. Hoe heb je het ervaren, bro? Je hebt gespeeld zelfs. Ik heb zelfs gespeeld. Ik moet zeggen, de organisatie was geweldig. We werden mooi ontvangen. Veel toffe teams. Ik vond de dome was... Het leek net een... Ja, hoe noem je dat? Gewoon een stadion. Ja. Arena gewoon. Er was net niet iemand die zei... Ja. Finish him. Nee, het echt een dope event, man. Natuurlijk voor mij was het ook de eerste keer dat ik daar speelde. Yeah. Dus was even wennen. Gelijk tegen topteams. Maar hey, een geslaagde event, man. Ik heb mensen die niet van basketbal wisten hiervan. En dat is natuurlijk wat je wilt. Ja, dat is een beetje het doel. Ik denk dat dit is iets globaals. Gewoon het enthousiasme creëren ook, toch? Ja, man, echt hype creëren. Die community wordt groter langzaam hierdoor. Ja. Zoals ik zei, de content was geweldig. De aftermovies. Ja, zeker. Dingen boos, te zien. Boos. Veel mensen die zeggen, het ziet er goed uit, weet je wel. Ja, 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 dit, kijk, dit is gewoon wat meer attractive dan toch, een sporthal in ergens in Diemen's uit. Ik zeg maar wat. Ja, ik zou het bedoelen. Vloer, dat je, ja, precies. Dan, man. Dit is nice, man. En ik denk dat 3x3 of 3x3 gewoon echt ook meer... De hype om maar zo te noemen, maar ook gewoon meer de waardering voor basketbal in Nederland omhoog brengt. Zeker. Want ik merk vooral in 5x5 heb ik gemerkt dat
die waardering er gewoon... Het was er wel, maar niet echt of zo. Nee, dit is echt... Mensen willen hier deel van zijn, weet je wel? En dat is het. Het groeit snel. Zullen op die wave springen? Man, het is exciting om te zien, weet je wel? Er gebeurt gewoon wat meer. Je kan als je niet basketbalt gewoon makkelijk instappen en een 3x3 game kijken. Zeg maar, bedoel? Ja. En dat heeft natuurlijk ook... Ja, shout-out naar die boys die naar Olympische Spelen zijn geweest. Die dit op de map zetten. Big steps, big steps. Big steps, weet je wel? En zeker Utrecht hoort daar gewoon bij, man. En dat Amsterdam ook wint, thuis gemaakt. Ja, man. Basically, dat zijn gewoon mooie dingen, man. En natuurlijk, die kan prijzen, geld winnen. Ja. Amsterdam heeft 2 keer gewonnen, zeg maar. Hoe de? En dames, toch? Hebben ze dames? Dames weet ik niet. Nee, dames niet. Goeie vraag, man. Ik weet niet of dat per se Amsterdam was. Dames weet ik niet. Dat was wel een vrouwenkompa, maar ik weet niet of zij echt uit Amsterdam kwam. Nee, maar Utrecht event was echt geslaagd. Dat was nice, man. Echt. Ja, toch? Ja, dat proficie, ja. Nee, zeker, man. Voor organisatie tot de mensen die echt letterlijk daar waren om het op te bouwen. Ja. En de spelers. En, ja, man. Ik heb echt genoten. Dat is echt... ik ben een ervaringrijker. Ja, toch? Ervaringrijker. Puur. Zit dit in je top 5 basketbalervaringen? Of... ik moet zeggen... Na je 18 jaar, zeg maar. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk veel gedaan. Vooral 5 tegen 5. Maar als... Ja, 3x3 was dit gelijk een mooie instappen, weet je. Ja, precies. Nee, zeker, man. Ik zal het wel bij een van mijn basketball memories zeker altijd benoemen. Ja, toch? Zeker, man. Dus ik hoop dat we nog een keer de Utrecht krijgen. Ja? Of Amsterdam. Amsterdam. Weet je wel. Een Amsterdam Challenger of iets in die richting. Ja. Nee, zeker, man. Ik hoop echt meer van dit soort dingen te zien. En ik hoop dat meer mensen steeds meer bewust worden van, dit is dope, weet je wel. Zoals mensen ook naar de bioscoop gaan elke weekend. Dat ze ook dit kunnen gaan zien, weet je wel. Ja, man. Dat het wat meer toegankelijk wordt voor iedereen. Ja, precies. Dat had ik ook eerder gezegd. Zeker. En wij met Okium zijn ook gewoon heel enthousiast met dit soort dingen, weet je wel. Het is niet alleen dat... We groeien samen, weet je, met dit soort events. Dus nee, super exciting, man. Ik kan niet wachten tot de volgende. Hopelijk kan ik ook wat winnen daar, shit. Ja. Maar nee, man. Oké, nice, man. Dit is een mooi begin van iets moois, denk ik. Ja, maar zeker. Er komen sowieso nog mooie events en toernooien aan. Ik wil jullie gewoon echt ten eerste gewoon bedanken dat jullie aanwezig konden zijn bij de eerste episode. Dit is gelijk ook een special, want dit is een langere episode dan normaal. Gelijk een special, man. Ja, gelijk een special. We zijn lang weg geweest. Toch, Utrecht Challenger, alles. We hebben heel veel dingen kunnen bespreken. Veel besproken. En, misschien zelfs in episode 2, ja. Ja. Hij wil graag terugkomen. Ik hoor hem, op het volgende, ja toch? Nee, maar nee. We kunnen voor alles regelen, man. Bedankt dat we er mochten zijn. We vonden het super exciting. En sowieso ook bedankt dat jullie er waren, boys. Ja, en jullie krijgen nog echt iets leuks van ons toegestuurd. Dus ga je blij van worden. Kom goed, man. Ja, toch, geared up. Mensen, ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze episode. Stay tuned voor episode 2. En we out. You.